En ook nog 250 gram boter. En nog 250 gram bloem. En nog 250 gram kristalsuiker. Boter gaan we in de pan doen. En dat moet dan gaan smelten. Dus niet bij de suiker en de eieren. En dan ga je dat door elkaar roeren. Nu doen we de bloem, de cacao en het zakje gist. Dat gaan we nu bij de eieren. Bij de kristalsuiker gaan we dat doen. Als het goed geroerd is. Dus hier wat beter. Je zet alles erin en dan ga je mixen zodat het allemaal door elkaar zit. Hier moet hij 40 minuten in de oven.